Sterke baard, groen. Looks amazing, yes. Ik ben boos. Kan je zien dat ik boos ben? Mad as fuck! Maar alles wat op dit moment aan het gebeuren is op het internet, al die gamers, al die YouTubers, waarvan er ineens verhalen naar buiten komen dat ze mensen hebben mishandeld, dat ze misbruik hebben gepleegd, dat ze vrouwen hebben mishandeld, dat ze shit hebben gedaan dat echt niet oké is. Moeten YouTube en Twitch weer acties ondernemen om die mensen hun channel te terminaten, om die mensen te straffen voor wat ze hebben gedaan? Niet heel deze aflevering gaat hier over mij. Welkom! Welkom bij fucking YouTube nieuws. De show op YouTube! Waarin ik praat over het nieuws. En deze de aflevering is misschien iets internationaler dan anders, maar let's get it, man. Ik weet niet of jullie heel die situatie gevolgd hebben van Shane Dawson. Ik weet niet of jullie weten wie hij is, maar hij is een redelijk bekende guy. Hij heeft op dit moment 22,1 miljoen abonnees op zijn YouTube-channel. Hij had er vorige week nog iets meer, maar toen is het dus uitgekomen dat deze guy is ook gewoon een van de YouTube-OG's. Maar in de laatste week, en er komen gewoon elke dag nog steeds meer en meer video's over deze guy naar boven. Video's waarin hij pedofiel zijn goedkeurt. Video's waarin hij uitlacht waarom pedofiel zijn kan en waarom dat zou mogen. Video's waarin hij dingen doet waarvan hij zelf denkt van, yo, hoe kan het dat deze guy zijn channel nog bestaat? Hoe kan het dat al deze video's hier nog opstaan? Hoe kan het dat YouTube deze guy straft op de manier dat ze mij ook hebben gestraft vorig jaar, omdat ik een liedje heb gebruikt in een video die op de een of andere manier verbonden kan zijn met IS. Als het nu een video is waarin hij met allemaal kinderen die naar zijn filmpjes kijken in de chatroom zit, zit hier zelf iemand bij uit Nederland. Yes, I see you, Anichje. Oh my god, can you guys see my pants? I was like itching myself and I'm not wearing any pants. Then I realized I was on camera. This is a bad idea. Dit is gewoon creepy, toch? Stel je voor, jullie zitten met mij in de chatroom en ik praat alleen maar over, hey Tony, je tette man, oeh, zie jullie mijn pik, oef, what the fuck. Hey, kom vanavond chatten met mij, man, ik toon mijn ballen. Maar het stopt hier helemaal niet. Ik ga heel deze video niet tonen, het komt er gewoon kort op neer. Ik kwam een meisje tegen in het echt en ze was een beetje aan het bootje tegen van, hey, ik heb 125.000 volgers op Instagram, ik ben een cheerleader. En hij is gewoon zo van, wow, 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 en hij is in deze podcast daarover dus aan het praten. En op een bepaald moment zat hij van, ja, eigenlijk, ook al was ze 6 jaar, ik vond haar wel fucking sexy als ik dat mag zeggen. En de mevrouw die meedoet in deze podcast zag gewoon direct aan hem van, yo, what the fuck? Je kan dat niet zeggen. En dat flipt gewoon heel het onderwerp van dit gesprek. And she shows me her Instagrams, which are like, first of all, I don't know if I'm allowed to say this, but she's like sexy. She's like sexy. You're disgusting. I know, listen, we've talked about pedophilia before. No, this before. Is the, Shane, like, do not say this and do, like, I don't even want to talk about it. Like, you will get arrested. No, let me explain, let me explain. Oh god. Here's my justification for pedophilia. I can't. Mensen die pedofiel zijn goed praten. Hoe? Hoe zou ik dat gestraft op een manier dat iemand die pedofiel zijn goedkeurt? Hoe? What? People have foot fetishes. People have fetishes about, you know, everything. Fine, everybody do your thing. So why is it when somebody looks at Google's like naked baby on Google and jerks off to it, they can get arrested? Because, I don't understand. Because en dan zo nog type mensen zijn die zeggen van ja, je hebt voetfetisjes. Je hebt mensen die andere fetisjes hebben, maar vanaf dat je een fetisje hebt voor baby's is het strafbaar. Yo! En dan word ik op dezelfde manier gestraft als deze guy. Here's the worst part of it. I actually went to Google and I'm like, oh god, I want to see. You could get arrested. I know, but I just wanted to see, like, okay, let me just pretend. Let me pretend like I'm a pedophile for a sec. So I typed in naked baby. First of all, they were sexy. Okay, back to the Instagram. Kijk, het ding is dan, YouTube straft deze guy op de manier zoals ze mij hebben gestraft. Ze laten zijn YouTube-channel nog online staan, alle video's staan erop, ze demonetizen gewoon zijn volledige kanaal. Hij is veel subs aan het verliezen, maar dit is niks vergelijken met wat Logan Paul is verloren bijvoorbeeld, nadat hij het doodlichaam heeft gefilmd in het bos. Logan Paul werd dan ook op die manier gestraft, als zijn video's blijven online staan, maar ze demonetizen dat gewoon heel zijn kanaal. En dan een paar maanden later zag YouTube gewoon van, kijk, je bent je hot aan het gedragen, hier, we gaan even alles terug. En gewoon vergeten wat is gebeurd en ik heb daar niks mis mee. Snap je, je mag mensen vergeven, ik denk dat dat een van de mooiste dingen is in de wereld, maar het gaat gewoon niet op. Die shit komt gewoon niet overeind. Het doodlichaam filmen in een bos en er dan nog zo mee lachen en heel de cultuur van Japan belachelijk maken in dezelfde video. Shane Dawson die gewoon fucking pedofiel zijn goedkeurt en die snapt waarom mensen pedofiel zijn en die niet snapt waarom die mensen opgepakt worden. En dan ik, die het liedje Salim Aswarim gebruik in een video, ik ga het niet laten horen. Ik denk dat de meesten van jullie het wel kennen. Salim Aswarim, Najidun boya. Daarvoor ben ik dat geband. Dat was hun reden. Je bent extremist, wat je gebruikt dat liedje. En zo word ik in hetzelfde hokje geplaatst als
guys die in videochat hangen en kijkers en praten over pikken en vaginas en mensen die dode lichamen filmen en ermee lachen. Maar zo is het op alles. Het is niet alleen op YouTube zo. Dr. Disrespect is geband van Twitch. Ik denk dat jullie Dr. Disrespect al kennen. Hij zat altijd top 5 grootste streamers van Twitch. Op het moment dat Ninja 30 miljoen heeft gekregen om exclusief nog Mixer te streamen en Shroud ook rond de 10 miljoen heeft gekregen om dat te doen, heeft Dr. Disrespect hetzelfde contract gekregen om op Twitch te blijven. Hij heeft dus waarschijnlijk ook rond de 10, 15, 20 miljoen gekregen om exclusief nog op Twitch te streamen. En vorige week is hij out of nowhere gewoon ineens geband. En dan heb je dit allerlaatste stukje uit zijn allerlaatste stream. Waar hij, ik weet niet of hij hier de stream aan het afsluiten was of dat dit het einde was. Maar hij kreeg dus op een bepaald moment een bericht op zijn telefoon. En vanaf daar switcht gewoon heel de moed en weet hij waarschijnlijk wat er gaat gebeuren. Maar dit was gewoon het laatste stukje clip die we gezien hebben van Dr. Disrespect. Oh, the backyard. Oh, okay. Okay, who's it? I appreciate everyone watching today. Who's it in the backyard? Who is going to be looking? We'll get through this Champions Cup. I know it's a tough, life's weird right now. We'll get through this, okay? And, how dare you. Fuck. You get to try it. Mensen komen met de ziekste complottheorieën. Mensen gooien dingen als, joh, hij heeft zijn vrouw mishandeld. Joh, hij is stiekem achter de rug van Twitch bezig geweest met zijn eigen streamingsdienst te maken. En zo pleegt hij contractbreuk. Iedereen verwacht zoveel. Iedereen verwacht echt gewoon het grootste verhaal ooit. Ik denk niet dat dat gaat zijn. Ik denk niet dat hij echt iets verkeerd gedaan heeft. Ik denk echt serieus dat het een soort van contractbreuk is anyway. Het is dat gewoon raar. Dat mensen die op Twitch al zoveel meer. Ik wil geen namen noemen. Alinity. Don't listen to trolls. Just accept that you made a mistake because you are a human being. I have. Het is gewoon hard in a way. Dat Dr. Disrespect waar geband. Hij had internet vliegt op haar. Iedereen gaat direct zo aan. En zij! Ben haar! Bijna, er zijn superveel clips, shit waarvan zij geband kan worden. Om gewoon te beginnen bij de nipslip. Dit valt nog mee. Dit is altijd gewoon, dit is een accident toch? Gewoon per ongeluk je dit tonen op stream. Ik snap nog, dan moest dit het enige zijn waar ooit gebeurd was. Dat iedereen al zo zei van, snap je, er is niks verkeerd. Maar als je als streamer een video hebt op YouTube met 1,3 miljoen views, die noemt al clips of Alinity harassing her pets. Ik heb deze clip zelf al eens getoond in een video dat ik 2 jaar geleden gemaakt heb ofzo. Die kat is gewoon rustig aan het slapen, snap je? Cat goes down. De kat heeft het goed naar haar zin. What the fuck? Dit zijn dingen waarvoor je in mijn ogen wel geband zou mogen worden. Er is 6 minuten 36 seconden een video van Alinity die haar kat aan het mishandelen is. Vodka kiss. De legendary vodka kiss. Ik denk algemeen gewet is dat je geen alcohol aan dieren mag geven. Dat daar lethal kan zijn voor die dingen. Nee, dus. Vodka kiss gang. En dan stikt die kat gewoon half. Zie. Het is vodka. Maar nee, Dr. Disrespect had dat geband zijn voor contractbreuk. De regels zijn gewoon niet eerlijk. Dat is in de achterwereld ook zo, maar. Ik had legit ergens gelezen dat de enige reden dat deze chick nog niet geband is van Twitch is omdat ze echt gewoon iemand kent die bij het flagging team werkt van Twitch. En dat is geneukt heeft met die guy of zo. Het stopt ook niet, het blijft gewoon doorgaan. Ga anders op je kat gaan zitten. Ik ga medelijden met die kat, man. Misschien moeten we de dierenbescherming bellen op haar. Het is ook een gamer girl. Ze gooit mijn katten terwijl ze aan het gamen is. Dat is gamer shit, man. Insane. Ze is dan nu boos omdat iedereen zo aan het uithalen is naar haar en zegt van waarom wordt Dr. Disrespect geband? Mag deze chick wel nog streamen? En dan poelt ze met tweets als: the amount of support is incredible. It's impossible to thank everyone. So I hope saying it here is good enough. Thank you, I will be better. Het was allemaal begonnen met Alinity die had getweet dat Team Ninja ging verliezen of zo op Twitch, zoiets. En Ninja had daarop gereplied, maar hey, don't you have another cat to abuse? That's a good one. Na deze tweet is iedereen gewoon nog meer op haar gevlogen. En wat heeft ze dan gedaan? Waarin YouTubers en streamers het beste zijn, man. Een huilstream. I just don't know what to do. Like, I just don't know what to do. Like, do I stop streaming? Is that yes! The only way that people are gonna ever... Yes! En buiten alles wat ik nu gezegd heb van haar kat mishandelen, heeft ze nog zoveel meer andere fuck shit gedaan. Don't listen to trolls. Just accept that you made a mistake because you are a human being. I
I have. Ik kan nu zeggen dat ik hypocriet ben, hè, omdat ik zeg dat ze eigen band moorden en dat ze al zoveel domme shit heeft gedaan. Maar weet je wat het ding is, hè? Ik voel die mensen die allemaal zeggen dat ze eigen band moorden. Ik voel al de fans van Dr. Disrespect die boos zijn op haar, omdat ik het zelf ook heb. Elke keer als ik dan iemand anders iets fucked up zie doen, die niet geband wordt op YouTube, iets wat veel erger is dan wat ik gedaan heb, dan denk ik ook van, yo, waar zit de evenwicht? Waar zit de fucking regel? Hoe weggen jullie af wat slechter is? Dat doen ze niet, man. Ze zien gewoon iets en ze zeggen van, ban? Geen ban? Jij kan mensen bij YouTube, jij mag gewoon je titel tonen op streamen. Om dan binnen het gedeelte streamen te blijven. Ik weet niet of jullie Serpent Gameplay kennen. Zijn achternaam is Rick. Hij is op die Ice Poseidon way aan het gaan op Twitch. En hij is ook zo gewoon in real aan het streamen. Hij gaat naar buiten s'nachts en hij filmt waar allemaal gebeurt. Dit weekend was hij aan het streamen buiten. Het feit dat je dit kan filmen op Twitch, fucking hard. Dat dit kan gebeuren, hard. Maar ik hoop zwaar dat hij niet geband wordt hiervoor. Snap je, hij is ook niet de braafste streamer. Hij heeft waarschijnlijk ook al een lijstje met dingen die er gebeurd zijn. Hij is waarschijnlijk ook al een paar keer geband geweest op Twitch. Twitch heeft waarschijnlijk ook al een paar keer gezegd van, yo, hey, oppassen. De joint is ook naar de stuur te gaan. Holy shit! Ik moet dit ook doen. Ik moet ook in real beginnen streamen. Hij maar fuck Dumpert, man. En dan die comments op Dumpert. Wat is dit voor tering zo, joh. Met zijn kop begrijp ik wel dat je moet streamen om vrienden te hebben. Soms wens je dat corona wat actiever was in dit land. Zeg maar bij iedereen die met deze video te maken heeft. Zielig figuur zag met zijn neppelig en neppe klote zooi. Paars haar, donderstraal, te hop. Verschrikkelijk irritante rotjong. Kijk, aan de manier hoe ze typen, weet je gewoon dat het gefrustreerde single witte mannen zijn die waarschijnlijk een kind hebben, maar die kinderen zien ze niet meer omdat de mama de volledige voogdij heeft overgekregen omdat die pa waarschijnlijk fucked up shit heeft gedaan en alcoholverslaving heeft, dat geen werk meer heeft. Het is erg wat er gebeurt in deze video. Daar mensen dronken achter het stuur kruipen en zo. Het gevaarlijkste waar is. Niet eens enkel voor hun leven, gewoon omdat je andere mensen die niet dronken zijn een gevaar kan brengen op de weg. Ik kan me ook super kwaad maken op mensen die nog dronken of nadat ze iets geroken hebben nog in de fucking auto stappen. Maar het feit dat hij gewoon aan het streamen is en dit filmt, als er een ramp gebeurt, of er gebeurt shit, of bij die protesten in Brussel, daar mensen inbreken en dingen, wordt toch ook gefilmd? Van alle haat van deze video wordt op Rick gezend. Dus, domme kut streamen. Dumper, man. Shut the fuck up. Voor de rest, dit was de video, man. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. We hebben alle merch verkocht in 7 minuten. Dat is een nieuw record. 7 minuten en alles was zo leuk. Zie mensen die ze nu doorverkopen voor 50 euro en shit, like, doe even normaal. Dat is een nice sleutelhanger, spritzer. Het is een beetje verkeerd aan met deze sleutelhangers. Mijn site is niet gestopt met ze te verkopen, omdat er waarschijnlijk 22 mensen tegelijk aan het afrekenen waren bij het laatste stukje. Dus mijn site heeft 22 sleutelhangers verkocht die er niet waren. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb er nog 100 laten bijmaken. En die ga ik op een random moment gewoon nog eens op mijn site zetten, of als mensen deze nog willen. Dus hey, koop jij een sleutelhanger voor 50 euro als je echt nog eentje wil. Ze komen nog online, ik ga ze gewoon random erop zetten. En dan. Dus koop mijn merch niet duur van resellers, snap je? Don't do this shit. Bedankt om te kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Love. Only love. Volg me op Twitch. Ik doe ook veel streams op Twitch. Gisteren heb ik ook even een mental breakdown gekregen. Daarmee all love. I see you guys later.